Joyce en ik help je graag met praktische tips waarmee jij je veiligheid in het verkeer vergroot. En ik ben Julian, de voice-over. En samen met Joyce ga ik je helpen met het vergroten van jouw verkeersinzicht. Het klinkt wellicht dramatisch, ver weg of niet op jou van toepassing, maar deelnemen aan het verkeer is veruit het gevaarlijkste gedeelte van de dag. Afgelopen jaar kwamen 644 Belgen om in het verkeer en raakten zo'n 37.000 mensen gewond. Het doel moet nul verkeersdoden zijn. Het is niet acceptabel dat er bijna elke dag 2 Belgen sterven in het verkeer en er 100 mensen gewond raken. Er is geen acceptabel aantal verkeersdoden. Bekijk het eens anders. Hoeveel verkeersdoden mogen er binnen jouw familie vallen? Juist, nul. Als je willekeurige mensen vraagt naar de oorzaken van verkeersongevallen, wordt er heel vaak verwezen naar smartphonegebruik achter het stuur, hard rijden en naar wat anderen allemaal fout doen. Maar een veiliger verkeer begint echt bij jezelf. Veilig deelnemen aan het verkeer doe je niet alleen voor jezelf, nee, je doet het ook voor je partner. Wellicht ook je kinderen, je vader, je moeder, je familie, je vrienden, je collega's. Alle mensen die om jou geven. Wij zijn VVCR ProDrive en ons doel is impact maken om het verkeer veiliger te maken. Rond je 18e haalde je waarschijnlijk je rijbewijs. En bij veel zakelijke rijders zijn er daarna nooit meer tips of trainingen geweest hoe jij blijvend veilig aan het verkeer kunt deelnemen. De videotrainingen die we voor je hebben gemaakt zijn allemaal kort, pakkend en direct toepasbaar in de praktijk. Omdat we je op een moderne manier kennis willen laten maken met de videotrainingen, maken we gebruik van Max, de Learning Bot, die met jou het gesprek aangaat en zo probeert jouw bewustwording rondom veilig rijden en de risico's in het verkeer te vergroten. Uiteindelijk willen we allemaal veilig thuiskomen. Toch, Max?